De dobbelsteen bepaalt of wij lekker of vies eten gaan eten. We hebben dit één keer vaker gedaan en toen ging het tussen gezond eten en ongezond eten. Vandaag hebben we vies eten en lekker eten. En de zwarte pannetjes zijn vies, de witte pannetjes zijn lekker. En ik zie al gelijk op discussies ontstaan. Amstel, is niet lekker. Ik vind het lekker. Nou, is niet lekker. Wij hebben afgelopen weekend Amsteltjes lopen drinken. Ja, dat was niet lekker. We hebben het echt iets van 3 jaar niet gehad of zo. En nu weten we ook waarom we 3 jaar niet hebben gehad, want het is inderdaad niet te zuipen. Vind ik persoonlijk, hè, als jij het wel lekker vindt, lekker blijven drinken. Maar ik vind het niet te zuipen. Het is gewoon echt slootwater. Ronde 1. We hebben een tompoes, we hebben een zak chips, we hebben Maltesers, toch? Ja, dat zijn Maltesers. We hebben een heel gek shotje, die is dan heel vies, want hier zit, even kijken hoor, verse spinazie, appel, avocado, bananen, citroen. Lekker. Nou, daar zijn natuurlijk de meningen over verdeeld. Sowieso vies eten, niet iedereen vindt iets vies, want bijvoorbeeld blauwe kaas vinden wij persoonlijk niet lekker. Als jij dat wel lekker vindt, hey, niet zo zeuren, ja. Wij vinden het niet lekker, ja. Ik ga beginnen. Begin jij maar. Let's go. Ga ik even meteen die blauwe kaas weg. Nee! Ja, wel, dat is de blauwe kaas. Was. Het begint gelijk goed. Ik wil hier helemaal niet naast zitten, joh. Dit gaat stinken. Nee, rot op. Rot, ja, dit is rot. Ik ben lactose intolerant. Zuivel. Oh. Ja, doe dit even niet naast mij of zo. Draai om. Weg. Nee. Weg. Draai om. Oh, dit muurt. Oh, dit stinkt zo fucking erg. Gadverdamme, man. Pizza quattro formaggi. Mm. Oh. Nee, joh. Die quattro formaggi. Gadverdamme, Emma. Ik had het in mijn mond. Ik dacht, oh, lekker kaas. En serieus, toen ineens, bam! Die blauwe shit. Wat smaakt het naar? Nou, echt, naar, het smaakt echt chemisch. Het smaakt echt chemisch, ik zweer. Oh, hier nee. Ronde 2. Ik hou niet van olijven. We hebben mergpijpjes, we hebben lekkere snoepjes. We hebben nog steeds dezelfde, die ja. Hebben nog hetzelfde. We hebben roggebrood en olijven. Alles en behalve de olijven. Olijven zijn ik prima. Ik haat olijven. Die zijn nog prima, nee, is maar niet lekker. Is niet lekker. Jij vindt ze niet lekker inderdaad? Nee, smaakt naar oude succes. Shop. Nee, 6! Dat zijn de olijven! Even eerlijk jongens, ik denk dat een stuk blauwe kaas erger is dan een f***ing olijf. Dus maar een olijfje, vriend. Ga huilen. Nou, dat valt mee toch? Je gezicht vertrekt nog niet. Je bent nog aanwezig. Door ik de jongen gaat ook lekker over snacken. Deze video begint goed. Ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan wel even, want wij kotsen voor jullie. En we stoppen nooit! Nooit! Ronde nummer 3. Ja, we hebben weer een paar dezelfde dingen. We hebben dus die snoepjes. We hebben lekkere chocolade en heerlijke gezonde drijfjes. Maar dan gaan we door. Je zou misschien kunnen zeggen, nou, dit ziet er niet vies uit. Maar dit is 4 soorten robuuste... Gast, dit zijn aardappelen. Het is niet het meest vieze, dus daar ben ik blij mee. Maar dit is dan wel weer heel erg vies. Of tenminste heel erg pittig en daar heb ik ook geen zin in. En we hebben roggebrood. Echt, Friese roggebrood. Als Friesland ergens niet trots op moet zijn, is dat die smerige, vieze kak roggebrood. Hou er mee op. Stop Houd er mee op. Nog één keer dat zeggen en ik kots het uit. Dan gaan we nog. 6. 6. 2! Hey, je hebt milk. Yes! Jeroen, kijk en leer. Ja? Ik ook een stukje. Nee, ik mag geen stukje. Vooruit. Jawel. Omdat je zo'n vieze stinkbek hebt. Hang je f***ing smoel weer. Erg lekker. Hartstikke mooi. Gaan we door naar ronde 4. Volgende ronde. We hebben de drijfjes. We hebben de snoepjes. Nee. We hebben chips. We hebben koffiemelk er nu tussen. Echt die koffiemelk. En je moet eens zo'n cup, die moet je shotten. En dat is echt ongelooflijk ranzig. Want dat is zulke volle vette troep. Ja, het is ook echt koffieroom. Geen koffiemelk, maar nee, room. Het is echt room. Dus zo'n ding in je bek. Kijk, door de koffie is het oké. Maar in je bek is het smerig. Nee, en we hebben tomatensap. Heel veel mensen vinden dat lekker. Maar ik snap niet dat je dit drinkt. Het is gewoon. Wat de heck, man. Dit drink je toch niet? Vloeibare ketchup. Is gewoon... Ja, precies. Ja, goed omschreven. Nou, gooi. Ik hoop dat je 6 gooit. Ja. Ik gun hem je. Oeh. 5! 5! Ja! Oh ja. Is er nu ook je hele keel gesmeerd? Oh, dit smaakt oprecht gewoon naar melk. Ronde 5 alweer. En we hebben een hele croissantje. We hebben Skittles. We hebben nog wat snoep. We hebben weer die stink tomatensap. Dan hebben we yoghurt. Dat is eigenlijk een meevalletje. En deze is dan wel weer heel vies. De sardientjes. De sardientjes. Echt, kijk hoe dit eruit ziet. Dit is zo ongelooflijk ranzig. Echt, als je dit lekker vindt. Echt respect naar jou. Ik vind dit niet lekker. En we hebben al 2 video's geleden ook al vis. Van die rauwe vis lopen eten. Oh! Alsjeblieft, pak zo snel mogelijk iets eruit en dan pleuren we dit gelijk weer.
Dat was de vis. Ik proef de vis. Kom op, jongen. 6. Ja, dat is yoghurt. Dat zes. Is prima. Oh, 6. Nee, dat is 5. Yoghurt, nou. Yoghurt. Je had, we gaan een dikke shot yoghurt doen. Niet shot. Super lekker. Drink het op alsof het een pak melk is. Oh, wat lekker. Hij heeft ook dikke teugen. Ja, is goed zo, jongen. Ah, dat is echt bijna het halve pak. Je hebt weer gefrustreerd. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, en ja, je ziet het. We hebben nu mosterd erbij. We hebben nog steeds de vis, het croissantje, de chips en de tompoes. En de andere chips. Dus ga je gang. Ik hoop echt dat je 5 gooit. Of 4. 4. 4. 4. Nee. 5. Ja. Nee. Oh, nice. Dit is wel het... Pittige ja, het is niet normale mosterd. Normale mosterd is al niet lekker. Dit is extreem pittige mosterd. Met allemaal van die zaadjes erin. Nou, Jeroen houdt wel van zaad. Oh, dit ruikt zo scherp. Dit ruikt zo scherp. Daar gaat hij hoor. Maar hier gaan we. Nee, hey, houd binnen. Goed zo. Nee, even binnen houden. Deze kan je wel doorslikken. Deze heb je al. Ja, hij heeft hem. Zo, er komt een lucht hier vandaan, joh. Heel pittig hoor. Ja, je nam hem wel. Volgende ronde, er is niet zoveel veranderd. We hebben nu mergpijpjes, we hebben nog steeds dit. We hebben de lekkere aardbeien, de chips en... Oh ja, deze is ook anchovis. Dit is anchovis en dit ziet er ook wederom weer. Kijk dan, dit ziet er zo ongelooflijk ranzig uit. Ja, ik denk als ik dit ding opentrek, dat we al vergaan van de kotsgeur. En we hebben lekker Amstel. Amstel is lekker. Slootwater. Yes! Amstel, 2! Nou, ik heb nu 2 niet lekkere dingen gehad en 2 wel lekkere. Dus ja. Ik heb 3 smeren gehad. Lekker, man. Oh, lekker. Daar gaan we dan. Oh, lekker, man. Wil je ook eentje? Nee. Oh, ik zeg je eerlijk, ik begin behoorlijk misselijk te worden. Al die combinatie van die blauwe kaas en mergpijpen en hete zaad. Mosterd. Terecht. Jeroen, het is jouw beurt. Ga maar gooien. 6! 2! Jammer. Eindelijk, ik ben ook wel eens tijd. Ik gunde jou die lekkere haring. Ja, maar ik heb 3 keer achter elkaar aan de smerigste gehad dus. Ja, dat klopt. Chocola in combinatie met mosterd. Goeie. Ja, best goed toch? Goeie. Ja, lekker. Moet je dat shotje ook helemaal opdrinken? Ja, zeker. Helemaal? Zeker. Ja. Dat shotje moet je echt helemaal opdrinken. Dat is wel een heel belangrijk ding. Maar de volgende ronde. We hebben 1 nieuw vies ding erbij gekregen. En dat zijn spruitjes. In blik. En die zit in blik met vocht erin. Dus die kan je in 1 keer volgens mij eten. Heel vies. Heel vies. Verder is er niks veranderd. Dus ik hoop dat ik die tompoes even gooi. Want daar heb ik op zich wel zin in. Let's go. Nummer 2. Nummer 5. We hadden het erover. Hij moet helemaal opwesten, jongen. Nee, hij hoeft niet. Blijf geen druk. Nee, het is goed voor je. Nou, ik heb dat nooit gehad. Misschien valt het wel mee. Ik krijg echt een zieke energieboost. Maar het ziet er groenig, vies, smerig uit. Met allemaal kak erin. Trouwens, 1 dingetje. We hebben dus 3 visdingen ertussen. Elke ronde komt er nu vis tussen. Ga daar maar vanuit. Ja, maar dat gaan we dus even niet doen. We gaan door tot we vis hebben. Kom maar, doen een vis-joker ronde. Gewoon 3 verschillende soorten vis. Oh ja! Nee. Ja. Niet wanneer ik aan de beurt ben. Nee. Ja, doen we het beide. Oké, dan gaan we dan. Here goes nothing. Dat waren wel een paar beste slokken, hè? Zo, we krijgen hier energie van, jongen. Hij staat strak! Oh, wat een energie, wat een vitamine! Nou Jeroen, gooi maar. We hebben eigenlijk niks veranderd. De chips is weer terug, de smerige chips. Verder hebben we ja eigenlijk niet zoveel boeiende spulletjes ertussen. Dus gooi maar gewoon lekker. Ik ruik die spinaziegeur uit je. Ja, echt. Oh, godverdamme. Nou, daar gaat ie hoor. Hey! Nou, dat ging weer iets lekkers. En je moet het beseffen, als zometeen al het lekkere spul op is, dan wordt het opgevuld met vies. Nee, dat stop hoor. Weet je wat ik ga doen? Om even de video op te spijzen, ik wil 3 visdingen ertussen. Ik heb nu toch al alles binnen, dus het boeit me echt. Mijn smaakpapil staat toch allemaal kapot. Weet je wat Jeroen? Ik hou van een risicootje. Ik ga zelfs van de lekkere items ga ik ook nog die smerige tomatensap ertussen gooien. Doe maar ik hoop echt dat ik 1 gooi nu. Ik hoop niet dat ik... De kans is gewoon 50% dat ik nu vis rol. Daar heb ik zo geen zin in. Kom op, please. 1, 2, 3. Kom op. Ja! Oh, het is tomatensap. Tomatensap. Heb ik alsnog mezelf genaaid. Gadverdamme. Zou ik het ook doen met 3 vis? Nee, ik doe 2. Ja! Jou. Ja, maar het was jouw idee. Gadverdamme, het is echt vloeibare ketchup. Oh, lekker bij een tosti. Je moet er nog wat erop gooien. Gadverdamme. Nou, ik heb echt een mini slok gehad. Echt, ik vind het
Franse gast. Het is gewoon ketchup, jij pussy. Nou, Jeroen, jij bent weer aan de beurt. En Jeroen die zei dat hij wel het risico met twee vis wilde lopen. Dus we hebben op één hebben we nu vis neergezet. Oh, dat is natuurlijk heel erg lekker. En nummer 6 is ook vis. We hebben Amstel, we hebben roggebrood, aardbei en chips. Ja, drie vis durf ik niet aan, man. Te hoog risico. 5, roggebrood. Nee. Ja. Gast, dat is lekker met een stukje vis erop. Ik doe met je mee, man. Nou, het kan erger, het kan erger. Ik ruik hier nog steeds mosterd. Ik voel die blauwe kaas zijn werk doen in mijn buik. Echt, ik ben kotsmisselijk, ik zeg je eerlijk. Maar we doen een nieuwe ronde en we hebben een nieuw item erbij. Namelijk de pannenkoeken. Ik heb gehoord dat dat erg lekker is met scherpe zaadmosterd. Oh, dat vind je grappig, hè? Ja, hè? Dat is ontzettend. Gaat lekker mosterd zout. Ik hoop echt dat je die spruitjes krijgt. We hebben weer spruitjes bij, we hebben de peper en de anchovies. Ik denk dat die spruitjes, ik vind die nog wel kutter dan anchovies. 6. Zes. Nee, dit is zo ranzig. Dit is zo, nee. Mag ik rerollen? Nee. Godverdomme! Er komt echt een putlucht uit. Oh, dit stinkt zo f***ing erg. Ik ben zo misselijk. Er zit nog letterlijk een Malteser achter me kiezen. Ik heb net al twee keer gekocht als door de geur. Oké, ik ga nu alvast een blof doen. Deze ga ik doorslikken. Deze gaat niet uitgekotst worden. Ah! Ah! 3, 2, 1. Ik wil hier niet eens naar kijken. Dit is echt vergelijkbaar met van die onthoofding video's. Dit is heel naar, ik wil hier niet bij zijn. Ik heb gefaald. Ik heb zo wat gefaald, sorry jongens. Ik had beloofd dat ik hem door zou slikken. Ik dacht dat deze te doen was. Heb je het nog naar je zin? Nee. Gast, nee. Echt waar. Ik voel me zo beroerd, jongen. Gadverdamme. Nou, Jeroen, je ziet dat hij ligt. Gooi maar. Ga je gang. Tel me eens. Ik zeg hier. Ja, ik ook. Oh! Daar heb ik ook gewoon echt zin in. Nee, oh, kijk. Dit kun je met je sleutel doen. Wat? Nee. Mijn fiets. Oh, jongen. Ik dacht dat het je autosleutel was. Nee, tuurlijk niet, jongen. Mijn fiets. Oh, dit is die fiets die in Almere staat. Yo, check. Die Jeroense fietssleutel is gewoon stuk gegaan. What the f***? Oké, nou, je kan blijkbaar niet een biertje openen met verrotte sleutels. Nou, Jeroen, ik zeg Atje. Ik doe een huis. Ja, moet je. Ja? Nee, nee. Ja, oké. Jij doet een Atje dan. Ja? Mag ik een beker pakken? Nee. De timer komt in het beeld. Hij staat nu op 0 seconden, Jeroen. Atje. Komt-ie. 3, 2, 1, go! Zo. Holy. What the f***? Yo. Die heb je geklaard, joh. Holy shit. Maar ja, als ik nu de sloot in duik, dan doe ik hetzelfde. Zeker waar. Weet je wat, Jeroen? Ik heb genoeg leed gehad vandaag. Ik neem er even druiven bij. Ik neem 4 lekkere. Misschien wel zelfs wel 5 lekkere, ja? Eigenlijk, die peper is die ook peper... niet zo erg. Nee, nee, valt mee. Ik wil nu... Rol gewoon. Ik wil nu een keer geluk. Het is mooi geweest, vind je? Hey! Ja. Chips. Nou. Ik typ er nog wel even vis bij. De laatste. De laatste spum. Fishy. De vijf. Shit, we gaan erachter zomen. Wat een f***. Je ziet het. Paarse chip. Er zit ook groen en oranje tussen. Maar paars is waarschijnlijk de meest smerige. Wat is het lekker? Ja, het smaakt letterlijk gewoon een naturel chip. Nou. Net iets zoeter, zo'n zoete aardappel of zo. Die succes was dus ook niet zo vies. Nee. Nou, dat is gewoon prima. Gefeliciteerd. Dank je. Ik ga boven de pot hangen. En dan ga ik, denk ik, gewoon. Braken. Ik ga een paar stoeppizza's leggen. Bedankt voor het kijken, iedereen. Abonneer op het kanaal.